De nieuwe verbindingsweg tussen de JF Kennedy en Afobakkaweg is heel belangrijk. Kishe Narayan, projectengineer van ACE Consultancy, die dit project in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie uitvoert, geeft een update van het project. Dit project is namelijk het Dalian 4 project, waar lot A, waar dit highway project onder valt. Het is het highway tussen de Afobakkaweg en de JF Kennedy Highway. Het is ongeveer 9,5 kilometer lang. We krijgen hier twee banen, vier rijstroken. Ongeveer totale weggebiedbreedte ligt bij de 35 meter. We hebben heel wat kunstwerken. Er komen heel wat duikers in de weg. We hebben ook een brug over de Parakriek, Pararivier. En waar we nu zijn met werkzaamheden, we hebben ongeveer 80% van het fundering van de weg tot de zandlaag al in liggen. Men is nu bezig dus de duikerwerken allemaal uit te voeren. Er zijn verschillende type duikers, zoals we hier achterin zien. Zijn ze bezig met een van de duikers. Je hebt vleugelwanden, de duikers zelf, funderingen. En daar is men nu allemaal mee bezig. De werkzaamheden verlopen vlot. Voor nu kan gezegd worden dat alles volgens schema verloopt. Het werk is gestart in november 2017 en we zitten nu tegen 2019 en we hebben tot november 2020 om dus het hele project af te ronden. Dat is compleet dus met asfalt en alle kunstwerken, de bruggen en de duikers. We gaan voornamelijk ook door zwampgebieden en die hebben hun eigen uitdagingen. Je kan er niet altijd werken, vooral als het regent heb je heel wat water, dus je moet goed inplannen wanneer je die delen gaat aanpakken. En we hebben dus lage delen die we moeten opvullen en de hoge delen die we moeten halen om dus zo goed mogelijk wegprofiel te krijgen. En die werken hebben we dus zo goed als mogelijk al gedaan. We zitten nu ongeveer 80% van de funderingslagen tot de zandlaag die zijn al ingebracht. Wat er nu gaat gebeuren voornamelijk is het afmaken van het weglichaam tot de zandlaag. Daarna krijgen we een funderingslaag van gestabiliseerd materiaal. En daarboven nog basecoats, daarboven nog twee lagen asfalt. En dan hebben we nog de weginrichting, de asfalteren, werkzaamheden. En tot november 2020 zal het wel af zijn. Landelijk worden er meer projecten uitgevoerd. Het gaat onder andere om het rehabiliteren van wegen, maar ook het aanleggen van nieuwe wegen. Kishe Narayan geeft aan hoe belangrijk de komst van deze nieuwe verbindingsweg is. Deze weg is heel erg belangrijk voor de verbinding tussen Paramaribo en Sandrij. Wat er nu is, we hebben alleen de Indira Gandhiweg, die duurt ons ongeveer anderhalf tot twee uurtjes om Sandrij te bereiken. En je wil die weg zo kort mogelijk maken, kort mogelijk in tijd. De bedoeling is dat je dan via Paramaribo richting Sandrij binnen een uurtje, tot een half uurtje kan bereiken. Dit is dan een onderdeel daarvan. En een verlengde hiervan is men ook al bezig om dus de bestaande highway aan te pakken. Die werkzaamheden hebben we misschien al gezien. En uiteindelijk moet dus dit een alternatieve route zijn om veilig en sneller Sandrij te bereiken. Hoofd Basha Jacobus Simon Gottlieb Jeru is op vrijdag 1 februari 2019 bevorderd en geridderd. Zijn jarenlange inzet en toewijding zijn bekroond met een bevordering tot kapitein en een onderscheiding als ridder in de ereorde van de Palm. De bijna 99-jarige Jeru heeft 75 jaar gediend als Basha in Pokigrong. Adewan verrassen Jimmy, mijn naam is Praxere Moro, want die Basha tapu 50 jaar daar. Commissaris Libretto, ben de commissaris. Dat ik ben kies van een ere medaille in goud. Die den poot me abasja. Dat alle de jongeren aan de bigisma. En die spreken me. Die hangen nou. Maar ik sap dat alibi een keer goeie kon. De jongens maar die de. Die ben de affiche nog de wang. Dus aan ons suite zo, ik vaak ben de affiche, maar toch aan de toemusje slecht. Op het commissariaat van Sipaluwini aan de Zwartenhovenbrugstraat vonden de ceremonieën plaats.
Vicepresident Ashwin Adin heeft namens president Desiree Bouterse de decoratie opgespeld. Simon Yeru, papa Mo. Ik heb dat voor het idee voor Gitangi. Ja, Urokosa, papa Mo, doe die zijn naam. Uiteindelijk, de Denkatori, 98 jaar, in zo'n gezonde staat. Met jaloezie, want uiteindelijk, midden 39, midden 99, tap, je tap 99 in juni, no? Juni, ja. Dus, dan moet ik eens kopen, om die horen die heet strak. Want mijn tak, papa Mo, hij doet die heet strak. Dat ben ik allemaal kiesalinte, dus. En, de vierde, dus, ik denk dat, in de 20 jaar, je droom. Misschien een hoge positie toe. De kapitein ook. En de wijsheid, ik kon niet zeggen, papa Mo Abi. Goed jaar. Uiteindelijk, jij, jij kon er, je volk. Nee, papa, ik zeg het heel de papa Mo, bij 30 jaar ervaring, leek Basia. Voordat, aan de bekismoen schreef ze, geen enkel geld. Geen enkel TBK. Uiteindelijk na 30 jaar werken, had ik 25 gulden. SLD, SLG. Zonder TBK, 30 jaar een man doet vrijwilligerswerk. En uiteindelijk ook BOG. De dag dat hij stopte, was 1980, dat hij stopte met pensioen ging en toen werd ik geboren. Tegen de tijd dat hij stopte, begon ik. Dus om aan te geven de liefde en de wijsheid die met ons meekomt. Hij is doorgegaan als ondernemer. Maar man, stop, want uiteindelijk gaan we een gasbomber erin neer. Uiteindelijk een pompstation. Tjaman, ontwikkeling komt ja, Tony. Heel veel bijdragen. U weet dat ik ben ook met heel veel oude mensen opgegroeid in mijn familie. Heel wat wijze mannen. En als die mannen vertrekken, dan krijg je een gevoel van, ze zeggen, als de oudere generatie verdwijnt, dan voel je je wees. Als een weeskind, die voelt je alleen. Die voelt die bescherming weg. Dus papa Mo, kapitein, respect kapitein, je hoopt dat je tangen nu minder in de 20 jaar. Met die wijsheid, zodat wij ons niet alleen voelen. Die wijsheid hebben we nodig om ons te geleiden. Wij willen beschermd voelen, we willen niet alleen voelen. En met alle respect namens de president feliciteren wij u vandaag. En we zeggen u dank voor uw grootste bijdrage voor land en volk. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling woonde de plechtigheden ook bij. Voor bewindsman was het een eer aanwezig te mogen zijn. Likva, Ede Basia Tangano, Taïimidim Genodi, genade, genade, genade. Want zonder genade aan de boman, en mijn denkje taki, Ede Basia, verwoording, val het mooi. Afos presi, we prisiran aan Alasma, we prisiri kapitein, okigrom, we prisiran aan onze familie, die misref nou aan genade, tak mi kak knap ja tide, in denki tak, het is al paris mi jurok, om in 30 jaar mi ben wakker te kop. Dus, je begrijpt dat die mi ook toen aan genade. Mi wan ki tangi, want we nog horen langer. Na Alasma, samek adedisi, hoe kan realiseren, samen doe je nou. A eerste lezing van mijn geratorie, dat ik ben daar ook gegroeid, dat toen was het 73 jaar. En vanaf het moment dat ik ben aan het doen, dat ik ook kies aan genade, was ja, dan hoe dan wat meek aan die vissa. En a inzet voor Alasma, ook toe vanuit de regering, vicepresident, die autoriteit direct instemming vanuit president ook toe. Ook toe instemming vanuit Agarama ook toe naar boven Suriname. En wie voor het ministerie dan die demiwan overhandig naar jou Basia. Of Basia. Maar vanaf het moment die ze kapitein
Simon Jero, Jubelschipping. De nieuwbakkenkapitein is dankbaar voor de bevordering en de onderscheiding. Zijn boodschap voor met name de jongeren klinkt als volgt. Achabot sandigado gi. Mwa fudai chabot, mina sabi fa tuide fudad. Taki yu mule speki yu tata, nanga yu mama. Fo yu feni bon, en fo yu libi langa na grontap. En mijn horen en mijn schrijven en mijn eden aan dat mijn liefde. Dus de jongen moest de spreken van de tata en de mama. Dan alle bigisma voor de café niet, abond en gado taki. De Stichting Polytechnic College, PTC, heeft onlangs een Long Distance Education Hub in gebruik genomen. Deze hub zorgt ervoor dat andere praktijkcentra van het beroepsonderwijs met elkaar gekoppeld zijn vanuit de server room. Alles op het gebied van elektronisch onderwijs zal vanuit een centrale plek gedistribueerd worden, zodat het op alle locaties op dezelfde manier ontvangen wordt en dat het onderwijs op dezelfde manier kan plaatsvinden. Vanuit PTC gaan we heel klein beginnen, een beetje egoïstisch. Meer studenten bereiken. Daarom noemen we het ook geen elektronisch onderwijs alleen. We noemen het distance education, omdat we alle studenten, waar ze ook zijn, willen bereiken met onze afstandsonderwijs. Daarnaast hebben wij dus ook de verantwoordelijkheid gekregen om de hubs van de overheid, van het LBO, ook te ondersteunen op het gebied van afstandsonderwijs, het onderhoud en eventueel ook helpen ontwikkelen van programma's. Als we kijken naar de studenten, zal het voor de studenten als meerwaarde hebben dat ze op hun tijd onderwijs kunnen volgen. Ze zullen niet altijd verplicht zijn naar een collegezaal te gaan. Dus dat geeft hun wat meer vrijheid om hun studie zelfs te plannen en hun activiteiten daarop af te stemmen. Voor de financiële kant van het onderwijs brengt met zich mee dus dat je omdat je niet altijd een fysieke docent hoeft te hebben, dat de kosten ook minder worden. Want minder lokalen, minder infrastructuur. Je gaat wel veel zwaarder zitten op internet, op de elektronische leeromgeving. Dus daar gaat wel een deel van het geld gaan. Maar je wint op een gegeven moment qua tijd en qua infrastructuur win je dan weer erop. Het is een enerverende gebeurtenis. Want we hebben al tijdje erop gewacht, EBS, zo alle kleine dingen om ze te overwinnen. Maar nu is het echt zover. En echte complimenten omdat PTC weer hun, hoe zeg je dat, hun code heeft waargemaakt. We learn, 2013, we do, die periode ertussen, en we lead. Want jullie leiden nu echt. En dat op zich is al heel geweldig. Omdat er wordt zoveel gepraat over distant education, maar het doen, dat gebeurt niet. En jullie hebben nu echt de leiding genomen. En meneer Dankeleur, ben je ook hier voor mij? Ja? We gaan afkijken, want het moet aansluiten op elkaar. Maar ook de docenten zijn al ready om gebruik te gaan maken van distant education. Geweldige prestatie. Mag ik alvast een applaus hiervoor? Net als de directeur zei, in 2013 begonnen. En het ging erom dat er duidelijkheid was over op welke wijze een efficiënt systeem binnen het instituut zou kunnen bijdragen aan het Distant Education programma. En er is van alles onderzocht om te kijken hoe daardoor de effectieve levering van e-learning en diensten van het afstandsonderwijs gerealiseerd kunnen worden. Het was niet alleen gericht op de internationale ontwikkeling, maar ook om een antwoord te vinden om de nationale uitdagingen binnen het onderwijs te realiseren, zodat we
inderdaad kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau kunnen krijgen. Binnen dit traject is er natuurlijk een fase 2. En fase 2 is dus dat het personeel verder getraind gaat worden. Op dit moment is wat we online zetten meer zijn medepresentaties. Enzovoort is nog niet echt elektronisch gestuurd onderwijs. En in fase 2 gaan de mensen echt geleerd worden. Er is ook speciaal daarvoor applicatie aangeschaft om de studenten, om het onderwijs elektronisch gestuurd te maken, waardoor het volledig elektronisch zal gaan. Natuurlijk zal de docent daarachter ook nog zitten om te volgen als de student aan het studeren is en waarmee de student problemen heeft, maar dat hij volledig elektronisch gestuurd wordt. Dus dat is die fase 2 die we dus nu ingaan.